Welkom, mijn naam is Wim van Baal, lid van de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen. Ik neem u de komende minuten mee waarin wij, onze raadswerkgroep, samen met andere partners 14 scholen gaan helpen met het realiseren van aanplanten van fruitbomen. Het project houdt in dat de scholen 5 fruitbomen op hun schoolplein mogen neerzetten. En dat is in het kader van, we willen de schoolpleinen vergroenen. Dat daar meer fruitbomen komen, dat er minder water het riool ingaat. Kinderen eigenlijk in een mooier omgeving kunnen spelen. En fruit, ja, Tiel is natuurlijk fruitstad aan de Waal. Dus daarom fruitbomen. De Montessori school is een van de 14 scholen die meedoet. En de Montessori school heeft natuurlijk al heel veel gedaan op het schoolplein. Dat kunnen we dadelijk misschien ook nog wel zien. Maar het kan nog veel meer, nog veel beter. Je kunt met fruitbomen en ook met nog meer groen op het schoolplein zoveel meer bereiken. En dat willen we graag met de school overleggen. Als het project is afgerond, dan staan er 70 fruitbomen op alle basisscholen in Tiel. De Stichting Duurzaam Rivierenland is een organisatie met een heel heldere doel. En die is een draagvlak zijn voor duurzame ontwikkeling, duurzame projecten en die draagvlak zoveel mogelijk proberen te vergroten. Hoe doen wij dat? Wij doen dat door projecten ondersteunen, projecten te initiëren op het gebied van duurzaamheid. En ook door lesmateriaal aan te bieden op het gebied van natuur- en milieueducatie voor het onderwijs binnen de gemeente Tiel op dit moment. Maar het kan veranderen en breder worden. Toen ik Claudia van de gemeente Tiel hoorde met het idee van wij dachten aan 5 fruitbomen aan te bieden aan school om de projecten Steenbreek ook bij school kenbaar te maken. Ik dacht, yes, dat gaan wij doen. Dus ik heb de rol namens Stichting Duurzaam Rivierenland op mij genomen als fakkeldrager. Dus de vlammetjes bij alle scholen aanwakkeren voor dit project. Het is aardig gelukt. We hebben denk ik zo'n 80% successcore. Dus bijna alle scholen van de gemeente Tiel doen aan mee en dit is geweldig. En wij zien dit als een mooi opstap voor het vergroenen van de schoolpleinen. Wij willen ook daarbij nog verder ingaan als het project afgerond is, de 5 bomen geplant zijn. We willen graag dat de school meegaan vergroenen. Het vergroenen van een schoolplein berust op 3 pijlers. Een fysieke pijler, dat is het schoolplein. Een sociale pijler, dat zijn de ouders, de leraren, de omwonenden, de wijk. En een facilitaire pijler, dat zijn alle organisaties die betrokken zijn bij het vergroenen. Zoals waterschap, gemeente, onze organisatie Stichting Duurzaam Rivierenland of Ovenier. Of denk maar aan alle organisaties die daarbij horen voor het aanleveren van materiaal of het aanleveren van financiën waar nodig. Waarom groen? Omdat groen bijdraagt aan een veel prettige manier van leven, aan een grotere sociale samenhorigheid. Kinderen kunnen op een veel gezondere manier zichzelf uiten, op een andere manier bewegen. Enfin, noem maar alle voordelen wat groen heeft. De natuur hebben wij nodig. Dat is, daar komen wij vandaan en daar horen wij te zijn en te blijven. Wat ons betreft een prachtig voorbeeld hoe partijen met elkaar dienen samen te werken om te komen tot een wonderschoon Tiel. Mocht u geïnspireerd zijn door dit filmpje, ga naar onze Facebookpagina Wonderschoon Wonen. Meld u zich aan, misschien heeft u ook nog interesse om aan te sluiten om fruitbomen eventueel te gaan aanplanten in uw wijk.